Dan is natuurlijk de mythologie is dat hij eenzaam in. Hè, want hij beloofde, hij heeft zijn hele leven op hotelkamers gewoond. Maar hij betaalde zijn rekening niet. Dus na een paar maanden werd hij er altijd uitgeflikkerd. Dan moest hij naar een ander hotel. Had geen huis. Nee, zijn grootste liefhebberij was overigens het voeren van de duiven. Het verlossen, kunt u mij horen? Ging je nou vandaag Tesla doen? Ik was van plan, ja, Tesla moet een keer gedaan worden. We moeten het een keer behandelen. Maar net als het kabinet schuiven het nog een beetje op. Nou, moet ik je zeggen dat zodra je verdiept in de constructie van elektromotoren, dat je wel heel erg snel geconfronteerd wordt met je schokkende onkunde over de aard van elektromotoren. Hoeveel verschillende elektromotoren er wel niet zijn en wat de verschillen zijn en hoe überhaupt elektriciteit samenwerkt met elektromotoren, dat is allemaal. Ook bovendien, je hebt nog niet je neus nog niet gesnoten. Of er staan allemaal wiskundige formules waar je sowieso geen kloot van begrijpt. Maar ik begrijp dus hieruit dat het Tesla niet wordt vandaag. Jawel. Oh, wel, oké. Vanuit mijn onkunde. Oké, nee, heel goed. Ik wilde jou trouwens nog, dat was ik vergeten te zeggen. Ik zat van de week nog in zo'n Chinese elektrische auto. Het was zo'n duurzaamheidsdag en er stond ook allemaal. Welk merk was het? Ja, ik heb er even een fotootje van gemaakt. Was het die MG? Nee, even kijken. Hoe heette dat nou alweer? Ik heb er een foto van gemaakt, want anders zou ik het weer vergeten. De Xpeng. Ja, dus met die Chinese auto's is het een hele eigenaardige zaak. Dat natuurlijk in die enorme expansie van die Chinese industrie over de afgelopen halve eeuw, was het eigenlijk het beleid van de partij en dus het centrum in Peking, om die, ook die auto-industrie, om die geconcentreerd te houden. Dus maar een paar grote fabrikanten. Maar allerlei provinciale besturen vonden het wel interessant om een auto te maken. Dus er zijn op meerdere plekken zijn toch autofabrikanten ontstaan. En regelmatig lees je iets over Chinese auto's die dan kennelijk het product zijn van deze provinciale initiatieven. Wat wel grappig was in die auto's, is dat alles met voice-besturing ging. Dus ze hadden van die deuren, van die sportdeuren, die gaan zo naar boven toe open. En dan ga je zitten en dan moet je dus zeggen, hey Xpeng, close the doors. En dan gaan de deuren dicht. Dat is fijn zeg. Ongelooflijk. Ja, wat moet je denken wat er aan software en flauwekul en motortjes in moet zitten om dit uit te voeren. Je begint nu langzamerhand stap voor stap ook wel eens te denken. Een auto kan eigenlijk op een vrij simpel niveau vrijwel perfect functioneren. Hebben we al die poppenkasten eigenlijk nodig? Hè? Nee, die je zelf vaak uitzet. Hè? We hebben het niet wel eens gehad over hoe heet dat? Hoe heet dat nou? Is dat de auto zelf de snelheid bepaalt? Ouderdom. Kom op. Cruise control. En dan wordt er geadverteerd met adaptive cruise control. Adaptive cruise control betekent dat de auto zelf bepaalt wat de afstand tot de auto's voor je is. In Amerika een geweldig systeem, als je er ooit gereden hebt, dat afgezien misschien van de New Jersey Turnpike, is het in Amerika altijd 100 keer minder druk dan in Nederland. In Nederland is adaptive cruise control een regelrechte ramp. Want ze passeren je in Nederland op de A2 en gaan op 10 meter voor je rijden. Dan gaat je adaptive cruise control auto gaat vol op de rem. Je schrikt je de kloten de eerste keer. Jezus, nog aan toe. Dan kijk je, of je die afstand nog wat kunt instellen. Ja, dat kan, maar tot verder dan een meter of 60 gaat het niet. Zodat je in Nederland, het eerste wat je doet is adaptive cruise control uitzetten. Sowieso is cruise control rijden. Dat is als het heel erg druk is eigenlijk maar een heel, heel matig genoeg. Dan heb je nog dat gedoe dat je dus buiten je, over die witte streep gaat met de auto. Dan voel je in je achterwerk voel je een schokje. Hè? Heb ik ook uitgezet. Omdat je dat in Nederland voortdurend doet. En dat het heel vervelend is en dat je het heel bewust doet ook. Dat het heel vervelend is als je elke keer een schokje in je reet voelt. Het zijn allemaal dingen niet waar die samenhangen met dat idee wat we hadden van die zelfbesturende auto's. Ik heb al eens eerder gezegd, ik geloof daarvoor geen meter in. Ja, in Amerika, geweldig. Ik zie ons nog rijden daar in Wyoming. Als je de hele boel op automaat zet, dan kun je gewoon urenlang doorrijden zonder dat er problemen ontstaan. Maar nu met diezelfde auto, met deze geweldige adaptive eigenschappen, rij je in Amsterdam in het spitsuur van het Centraal Station naar, wat zullen we zeggen, Osdorp.
Met alle fietsen, bromfietsen, slordigheden. Mensen, studenten die tegen de hoe heet het, de rotonde richting inrijden. Nou, hier. Ja, daar had dat ding heen. Dat er studenten bestaan die niet goed sniks zijn, dat weet de software niet. Ik geloof er geen klap van. Het kan. Een auto kan zichzelf, maar de kans dat je dus op je telefoon zegt, terwijl je auto geparkeerd staat 3 straten verder, zeg kom eens even hier. We gaan vandaag naar, wat zullen we ze opnoemen, Oostgeest. En dat jij daar achterin gaat zitten en hij rijdt naar Oostgeest terwijl jij de krant zit te lezen, is gewoon onzin. Die Chinese meneer, fantasie en poppenkast. In die Xpeng zat ook de directeur van dat bedrijf in Nederland. En die zei, het mag hier ook nog niet. Het is nog niet toegestaan. Nee, het is juridisch natuurlijk een hele lastige zaak. Want wie is er voor dat stomme ding op weg naar Oostgeest? Rijdt hij de 17 studenten dood die tegen de richting van de rotonde in waren, aan het fietsen waren. Wie is daar de schuldige van? Is dat de softwareontwerper? Is dat de fabrikant van de auto? Ben jij dat, omdat je achter in de krant zat te lezen? Zijn die stomme studenten dat, die allemaal suïcidale ingesteld. Kortom, wat ga je hiermee doen voor een rechtbank? Want je begrijpt, dat moet geprocedeerd worden. Ja, en hij zei, in China werkt het wel allemaal? Dan mag het wel, ja, ook. Ja, vast en zeker, ja. Want al die studenten die tegen de rotonde rijden, die worden daar met gezichtsherkenning, worden die herkend. En dan krijgen ze, strafpunten krijg je daar toch? Als je niet volgens de regels gedraagt, krijg je strafpunten. Laten we daar niet aan beginnen. Laten we daar vooral niet aan beginnen. Technisch kan er van alles en nog wat. Hoewel, ja, gezichtsherkenning, hartstikke leuk. Onze telefoon, heb ik al eens verteld dat mijn kleinkinderen door de iPhone van mijn zoon ook herkend worden als mijn zoon? Nee. Kennelijk zijn dus hun coördinaten van hun gezicht, die zijn dezelfde als bij mijn zoon. Dus tot hun vreugde konden ze gewoon gebruik maken van de telefoon van mijn zoon. Ik zou, ja, misschien moeten andere mensen dat eens met naaste familieleden proberen of die iPhone daar ook het verschil kan maken. De NIO, ken je die ook? Dat is zo'n andere Chinese auto. En die heeft dus iets nieuws bedacht. Dan moet je dus een accu gewoon wisselen. Dus daar kun je naar een swapstation. En dan zegt ze, meneer Van Gossem, kom maar met die accu. En dan krijg je een nieuwe. Hoeveel van die swapstations wil je bouwen? Te weinig waren er nu nog. Nee, dan moet je helemaal omrijden. Daar heb je geen zin in. Nee, daar heb ik natuurlijk geen zin in. Ik heb het al eens eerder gezegd. Ik moet in principe op elke denkbare plaats in West-Europa binnen 3 minuten zoveel kunnen tanken dat ik 1000 kilometer kan rijden. Sterker nog, en ik zou wel graag zien dat de actieradius, het is waar. Maar goed, ik was gisteren in Sittard. Heen en terug naar Sittard is in totaal bijna 4 uur rijden, toch? Misschien 20 minuten minder. Dan maak je toch met een elektrische auto begin je al van, kunnen we misschien als jij nou in de pauze even naar, nu niet. Je moet bij een supercharger gaan staan. Ja, hebben ze die in Sittard? Nee, langs de A2. Een hele andere wereld daar zit. Ja, dat klopt. Nee, de bebouwde kom niet. Maar langs de snelweg staan overal fastnet stations. Ja, nou ja, maar nogmaals, het huidige systeem werkt prima voor mij. Laten we nog maar even afwachten hoe het. Dus volgens mij hoor je ook veel minder over die self-driving cars, hoe heet dat, die zelfsturende auto's, dan bijvoorbeeld 2, 3 jaar geleden. Ja. Ja, het is duidelijk dat daar toch, nu wou ik weer gaan zeggen, bottlenecks, dat mag je wel zeggen in het Nederlands, hè? Denk het wel. Bottleneck. Flessenhalzen. Dat daar flessenhalzen in zitten die voorlopig niet zo makkelijk opgelost kunnen worden, naar mijn gevoel. Wat ga je over Tesla vertellen? Tesla, ja, daar ga ik toch wel iets over vertellen. Zei het dat ik toch regelmatig, dat zei ik er net al, tegen mijn eigen onkunde aanliep. Want potverdrie, die wereld van die elektromotoren en alles wat daarmee samenhangt, dat is toch allemaal een vrij complexe zaak. Waardoor ik toch denk dat mijn opa, die hoogleraar sterkstroomtechniek was in Delft, toch wel veel knapper was dan ik. Maar misschien moet je het gewoon een keer vanaf de basis opbouwen, je kennis ter zake. Tegelijkertijd is het schokkend dat iemand die betrekkelijk veel weet, zoals ik, die ook geïnteresseerd is in techniek, dat hij, zodra hij de wereld van de elektromotor betreedt, of misschien moeten we zeggen de wereld van de wisselstroomnetwerken,
dat hij eigenlijk in no time aanloopt tegen zijn eigen onbegrip en onkunde. Dat is toch wel interessant. Hè? Kijk, over allerlei dingen natuurlijk in de wereld die niet zo technisch in elkaar zit, daar kun je met je gezonde verstand, kun je daar van alles over zeggen in principe. Maar hier zie je al heel snel van dit gaat niks worden. En dat is het bijzondere van Tesla, dat hij op dit punt een bijzonder natuurlijk, schijnbaar vanzelf werkend inzicht had. Goed, Tesla is geboren, en die heette Nikola Tesla. Die is geboren in 1856, hetzelfde jaar als Sigmund Freud. Niet dat het iets met elkaar te maken heeft, maar net als Sigmund Freud is ook hij geboren in de Oostenrijk-Hongaarse monarchie, de dubbelmonarchie. En nu is dat gebied, dat die plek waar hij geboren is, ligt in Kroatië. Hij zou nu een Kroaat zijn. Hij is ook een beetje geloof ik genationaliseerd door Joegoslavië, want er schijnt in Belgrado een Tesla-museum te zijn, waar ze ook zijn as nog hebben in een soort bolvormig houder, ashouder, weet ik hoe zijn ding heet in ieder geval. Maar hij is, wacht even, zijn vader was priester. Tesla was op school al een bolleboos. Het was iemand die geweldig goed kon leren, die ook met name geweldig kon rekenen uit het hoofd. Hij gaat op een goed moment tenslotte ook naar een technische hogeschule in Graz. Daar is hij een sterleerling zonder meer, alleen in de eerste jaren. En daarna verloor hij zijn interesse of hij ging andere dingen doen. Er werd gesuggereerd dat hij achter de vrouwen aanging, maar goed, in ieder geval. Een beetje, en toen dacht ik eigenlijk, als je het hele leven van Tesla overziet, dat hij is ontzettend goed, ongelooflijk knap, ziet dingen die andere mensen niet zien, maar raakt ook verveeld en wil dan iets anders, iets nieuws, iets bijzonders enzovoort. En daar zal hij tenslotte ook op hoe zal ik zeggen, de verkeerde afslagen nemen in zijn leven. Goed, hij gaat dus. Uiteindelijk heeft hij die opleiding in Graz niet afgemaakt en gaat hij werken voor een telefoonbedrijf. En dan slaat hij daarna ook nog in Parijs voor een bedrijf wat elektrisch lichtnetwerken aanlegt. Steeds bij die netwerkbedrijven heeft hij nuttige suggesties. In no time wordt hij benoemd tot troubleshooter als er problemen zijn. Tesla begrijpt waarom ze er zijn en wat je er eventueel aan zou kunnen doen. Het valt je op dat hij eigenlijk zodra het over complexe elektrische netwerken ging, dat hij een soort natuurlijk inzicht had in hoe dat zou moeten en hoe dat op de beste wijze zou kunnen worden georganiseerd. Hij vertrekt tenslotte naar de Verenigde Staten in 1884, dus dan is hij 28 of zo, als ik het goed reken. Hè? Ja, zoiets. Daar heeft hij eerst een tijdje gewerkt voor Edison. Maar daar waren hem beloftes gedaan die niet waargemaakt werden. En al heel snel begint hij daar voor zichzelf. En eigenlijk is al zijn werk heeft te maken met netwerken. En wat natuurlijk in die tijd speelt in de Verenigde Staten is de strijd tussen gelijkstroom en wisselstroom. Want Edison had natuurlijk een hoop ingezet en geweldig geïnvesteerd in gelijkstroomnetwerken. Maar gelijkstroomnetwerken, we hebben het er volgens mij al over gehad, werden gehandicapt door het feit dat ze toch niet erg praktisch waren, als het bijvoorbeeld gaat over netwerken, en ook omdat gelijkstroom niet over grote afstanden getransporteerd kan worden, terwijl bij wisselstroom is dat met name ook door transformatorgebruik is dat zeer wel mogelijk. Tegenwoordig heb ik begrepen, speelt het eigenlijk allemaal geen enkele rol meer. We zijn zo geleerd op het punt van elektriciteit dat ook gelijkstroom niet meer gehandicapt wordt door die nadelen die er toen wel degelijk waren. Dus we zien dan eigenlijk, Tesla, die in no time, echt in de tweede helft van de jaren 80, alles ontwikkelt, of een reeks van uitvindingen, verbeteringen, we zullen het zo even over het uitvinden moeten hebben, produceert die noodzakelijk zijn voor een wisselstroomnetwerk. Want Westinghouse, een bekende naam natuurlijk in Amerika, was al bezig met een wisselstroomnetwerk. Maar Tesla bleek de ideale figuur te zijn om
allerlei spullen te ontwikkelen in een relatief hoog tempo die noodzakelijk waren om een goed wisselstroomnetwerk van de grond te krijgen. Iedereen begreep tenslotte wel dat wisselstroom handiger was dan gelijkstroom, maar tenslotte is ook Edison door de bocht gegaan. En maar het is het gelijkstroomnetwerk werd tenslotte ook een wisselstroomnetwerk. Het interessante is om ook in die, dit speelt zich allemaal af in de tweede helft van de jaren 80 van de 19e eeuw. En nou ja, Tesla wordt ook aangekondigd als zie je ook op Wikipedia en op andere plekken staande uitvinder van de elektromotor. Nou ja, een elektromotor is eigenlijk een magneet die draait in een magnetisch veld. Verder gaan we er niet al te veel problemen mee maken. Maar hij was daar niet alleen in. Als je dat bekijkt, dan moet je zeggen, het hele veld van laten we zeggen, de ontwikkeling van de wisselstroomtechnologie, daar zijn meerdere mensen actief in. Hij is wel de meest actieve en de meest inventieve. Hij heeft uiteindelijk heeft hij honderden patenten ontwikkeld. We zullen ook zien dat hij die heel winstgevend verkocht heeft. Maar hij was niet de enige. Hij was niet de enige die bijgedragen heeft aan het ontwikkelen van een goed bruikbare en in feite simpel draaiende elektromotor. Er waren ook andere, meneer Ferraris. Ja, hier denk je Ferrari, maar het is Ferrari met een S erachter. Die andere naam is ook een ingewikkelde naam, ben ik ook vergeten. Sterker nog, er was er een van die drie die de feiten van de grond hebben getild. Zei dat de elektromotor van, Tesla was een tweefase motor en dat een driefase motor, dat die beter werkte. En ik zie jou lachend en toch een beetje verbaasd kijken, want nu gaat hij uitleggen wat de wezenlijke verschillen zijn tussen een tweefase motor en een driefase motor, maar dat ga ik niet doen. Ik begrijp wel vaaglijk hoe het werkt, maar nogmaals, ik liep snel aan tegen de grenzen van mijn eigen begripsvermogen op dit terrein. Maar die tweede helft van de jaren 80, dat is echt een soort waterscheiding in de ontwikkeling van alles wat te maken had met de bouw van grote, complexe wisselstroomnetwerken. En goed, dat gaat Westinghouse doen. Daar heb je allerlei ups en downs in zakelijk opzicht. Daarin speelt Tesla een belangrijke rol. Westinghouse gaat ook al die patenten van Tesla gaat hij gebruiken. Die heeft hij relatief op een goed moment kon hij ze relatief goedkoop gebruiken. Maar tenslotte heeft Tesla ook een hele reeks van zijn wisselstroompatenten verkocht aan Westinghouse. Voor een enorm bedrag, toen ter tijd $250.000. Hij was echt plotseling miljonair. Als je dat even omrekent, dan kom je echt ik denk de factor 10 of zo. Dus het was een gigantisch bedrag. En hij heeft al dat geld eigenlijk gestoken successievelijk in verschillende onderzoekslaboratoria en bedrijven die hij had. Want hij was steeds op zoek naar de grenzen van de elektrotechniek, anders kun je het niet noemen. Eigenlijk is de grote obsessie van de tweede helft van zijn leven is de draadloze overdracht van elektrische energie. En ja, dat kon op een vrij simpel en korte baan soort van niveau, maar daar is nooit iets uitgekomen wat commercieel echt serieus bruikbaar was. En tenslotte gaat Tesla gaat failliet. Nogmaals, hij heeft goed verdiend aan zijn patenten, maar hij gaat tenslotte toch failliet. Want hij had een soort een fantastische toren laten bouwen. Dat was de bedoeling daarvan dat die elektrische energie over de Atlantische Oceaan zou sturen. Want hij had allerlei wonderlijke misvattingen over het elektrische karakter van de lucht van rond de planeet. En kortom, hij verzeilt eigenlijk stap voor stap in een wereld die, laten we zeggen, minder contact had met de werkelijkheid. En zeker ook met de elektrische werkelijkheid of de wisselstroomwerkelijkheid, hoe je het precies wil noemen. Maar dat hij een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de bouw van complexe wisselstroomnetwerken, dat staat als een paal boven water. Hij gaat failliet, dat is 1925. Dan heeft hij nog een heel eind te gaan, want hij is pas dood gegaan in 1943. En dan
tenslotte wordt hij toch een zonderling. En hij ontwikkelde de gekste dingen. Hij had bijvoorbeeld een idee hoe je domme kinderen intelligent kon maken door het klaslokaal eigenlijk te veranderen in een soort van elektrische kooi. Die zou dan in feite de domme kinderen ook intelligent. Hij was ervan overtuigd dat je met elektrische stroom ook intelligent gemaakt zou kunnen worden. In de jaren 30 had hij een apparaat ontwikkeld en dat zou een dodelijke straal produceren. Dus met enorme geconcentreerde elektrische energie als wapen in de oorlog. Maar het waren allemaal dingen die eigenlijk niet, die in feite niet werkten. Hij had ook een motor die zou volgens de door kosmische straling worden aangedreven. Kortom, het is stap voor stap. Dan is natuurlijk de mythologie is dat hij eenzaam in, hè, want hij heeft zijn hele leven op hotelkamers gewoond. Maar hij betaalde zijn rekening niet. Dus na een paar maanden werd hij er altijd uitgeflikkerd. Dan moest hij naar een ander hotel. Had geen huis. Nee, zijn grootste liefhebberij was overigens het voeren van de duiven. Op de richels van de ramen, op de vensterbanken zou ik maar zeggen. Had ook een zeer geliefde witte duif. Het hangt toch een zonderling waas om hem heen, als het ware. Maar het idee dat hij echt bittere amoleet is, blijkt niet te kloppen. Want Westinghouse heeft hem vanaf begin jaren 30 een maandelijkse toelage gestuurd. Een soort stipendium. Consultant stipendium. Niet dat hij nog veel consultancy deed, maar dat kreeg hij. Dat was $125. Ook dat moet je vermenigvuldigen. Dat zijn niet huidige dollars, maar toenmalige dollars. Dat was ruim voldoende om heel redelijk van te kunnen leven. Is mijn indruk. Nou ja, tenslotte overlijdt hij in 1943. Het kamermeisje vindt hem dood in zijn kamer. Ondanks dat bekende ding van niet naar binnen gaan, hè, wat je altijd in elk hotelkamer vindt. Waar ze soms trouwens helemaal geen bal van aantrekken. Hè? Dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. En als je nou denkt dat hij een eenzame begrafenis heeft gehad en anoniem ergens in een kuil gegooid is, nee. Er waren 2000 mensen op zijn begrafenis. Dus toch, ja, had toch wel een renommee. Wat denk ik toch Tesla ook heeft doen, afgezien van zijn briljantie als het ging om die netwerken, heeft doen verschillen van bijvoorbeeld die andere uitvinders waar ik het even naar verwezen heb. Hè, bijvoorbeeld die meneer Bronowski, zoiets. Die had namelijk een driefase motor ontworpen waarvan hij zei dat werkt beter en dat is regelmatig en betrouwbaar. Nou, en dat laat hij groot gelijk in. Dat betreft had Tesla het niet zo scherp gezien als die. Je moet je ook voorstellen, die 19e eeuw, zeker in deze fase van de geschiedenis, het was van een ongekende inventiviteit op allerlei punten, door allerlei verschillende mensen. Het borrelde als het ware vanzelf op uit het moeras van de nieuwe wetenschap. Ja, moeras is in dit verband een beetje een ongelukkig woord. Die tweede helft van de 19e eeuw is in zijn inventiviteit en in zijn veranderingslust echt ongekend. Anders kun je het niet noemen. Als je ook kijkt naar patenten, dan zie je bijvoorbeeld in de jaren 80 is ook het hoogtepunt van patentaanvragen in de 19e eeuw. Er zijn patenten, met name ook telefoonpatenten, waarbij hetzelfde patent op verschillende plekken, maar min of meer een paar uur van elkaar af wordt aangevraagd. Zo zie je. Was het een breed veld van mensen die aan nieuwe ontdekkingen werkten. Er waren een tal van mensen die begrepen wat de mogelijkheden waren. Bijvoorbeeld van een groot netwerk. Ja, want een netwerk bouwen, dat is een hele lastige onderneming. Er zitten allerlei flessenhalzen in die op enige wijze moeten worden opgelost. Dus uiteindelijk, ik wou iets over Tesla. Waarom valt Tesla op? En had jij wel van Tesla gehoord, maar nooit van die meneer Ferraris of die andere meneer van de driefase motor. Tesla was een showman. Tesla was een fantast, ook in allerlei opzichten. Hij hield demonstraties van als hij iets nieuws had verzonnen, had hij een hele opvoering waar mensen voor werden uitgenodigd en de media werden geïnformeerd. Hij wist hoe hij de boel moest verkopen. Maar goed, tenslotte loopt hij toch aan tegen zijn eigen beperkingen. En ik denk dat een deel van zijn genialiteit zit in het feit dat het een fantast was. Dus dat hij eigenlijk vaak zag van dit zou mogelijk moeten zijn. En dat die fantasterij hem vaak te ver heeft gevoerd. En
dat hij gauw genoeg krijgt van dingen. He, dus ja, technische hoogschool in Graz, hij was de beste leerling die ze ooit gehad hadden. Heel begrijpelijk, maar na 2 jaar had hij het weer gezien, ja, is hij wat anders gaan doen. En dat is ook een beetje het gevoel wat je hebt bij... Hij was altijd bezig met iets anders, iets geks, iets. En soms leverde dat wat op. Nogmaals, hij heeft, ik weet niet, iets van 300 patenten. Hij heeft deel van die patenten zeer, zeer voordelig kunnen verkopen. Maar tenslotte is hij toch failliet gegaan. En waarom heeft Musk de naam Tesla gekozen? Ik denk toch omdat dat er om Tesla een soort mythologie gegroeid was. Deels terecht, omdat hij zo scherp ook... Ook als hij naar zo'n systeem gaat kijken, bijvoorbeeld in Parijs of waar het nog was, had hij altijd enorm, en had onmiddellijk in de gaten waarom het verkeerd ging, waarom het niet goed werkte, hoe je dat op zou kunnen lossen. Nou ja, de troubleshooter. Hij was altijd enorm, hij was in no time de troubleshooter van zo'n systeem. Dus ja, hij was geniaal zonder twijfel. Hij heeft ook een hele reeks van hele nuttige uitvindingen gedaan, die dus allemaal gepatenteerd zijn. Maar om hem heen was toch een mythologie gegroeid dat hij zo'n beetje de enige uitvinder was in deze periode. En dat hij miskend was. Juist door dat wonderlijke eind aan zijn leven. 25 gaat hij failliet. En dan heeft hij dus nog 18 jaar gewoond op shabby hotelkamers en de duiven gevoerd. En de wonderlijkste toestel. Zo van, dit is iemand die waar we ongekend veel aan te danken hebben, maar het is niet duidelijk. Marconi heeft de Nobelprijs gekregen en Tesla heeft nooit de Nobelprijs gekregen. Terwijl er nou iemand dat die prijs had verdiend, dan was het Tesla wel. Maar ook al die anderen toen. Het is, ik denk toch dat je hier ziet in de jaren 80 van de 19e eeuw, hoe complex eigenlijk... Zo'n totaal nieuwe technologie zich ontwikkelt. In een hoog tempo bovendien. Hmm. En dat hangt toch een beetje bij genieën, hangt dat daaraan vast, dat ze een beetje gek zijn. Ja, hij was zeker. Je hebt een genie overigens die doodnormaal zijn. En je hebt een van die lui die ben hier bijgedragen hebben aan de uitvinding van de transistor. En daarvoor heeft hij een Nobelprijs gekregen met 2 collega's. Later heeft hij nog eens een keer een Nobelprijs gekregen. Bij mijn weten was het een doodnormale man die niks, geen wonderlijke dingen heeft gedaan en zeker ook de duiven niet gevoerd heeft. Dus het hoeft niet per se. Je hebt ook heel normale mensen die geniaal zijn. Mm. Maar ik geef toe dat als je even naar bijvoorbeeld, je denkt aan Einstein, die had wel betrekkelijk zonderlingen. Hij was ook een beetje een zonderlinge man, zonder meer. Maar het hoeft niet per se. Het hangt er een beetje van af. Mm. Ja, we hebben hier in Utrecht hadden we 2 Nobelprijzen. En om nou te zeggen dat Veldman of het hoofd zonderlinge types waren die je niet spoorde met de rest van de samenleving, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Die Veldman was een gezellige bombeer in allerlei opzichten, maar hij heeft wel een Nobelprijs gewonnen. Dan hoef je niet per se een genie te zijn om de Nobelprijs te winnen, maar toch, je hebt toch iets van belang heb je ontdekt of tot stand gebracht. Dus ja, je zou... Ik overigens vind ik het verder prima dat die auto naar Tesla is genoemd. Ja, je moet zijn dingen naam geven, beslotverrekening. En dit was wat mij betreft best verdiend. Ja, het is een elektrische auto. Maar je had eigenlijk de Tesla, dus die man van de 3-fase motor, die wordt natuurlijk wel... Nou ja, je zou een ook in techniekgeschiedenissen, maar misschien zijn die wel hartstikke goed, dan zou ik er meer moeten lezen... moeten laten zien dat je dat het een heel complex systeem is van mensen die bezig zijn, die allemaal begrepen hebben wat er gaande is. En wat je bijvoorbeeld met nou, we hebben de Faraday, Becquerel hebben we nou niet behandeld, want dat is een wiskundige in allerlei opzichten. Maar die allemaal begrepen, net als Tesla trouwens, wat de repercussies waren van wat ze aan het ontdekken waren. Maar dat is dus niet iets van één man, dat is iemand van meerdere mensen. Als je kijkt naar de stoommachine, dat is een iets simpeler ding waar ik ook iets van kan begrijpen, dan zie je dat eigenlijk eerst allerlei dingen ontdekt moeten worden voordat je zover bent dat je zo'n stoommachine kan bouwen. En in die zin is de 19e eeuw, daar blijf ik bij, een wonderbaarlijke eeuw. Ja, wij hebben ook wel een paar dingen uitgevonden toch voor een heel belangrijk gedeelte. Rust onze technologie nog steeds op het fundament wat in de 19e eeuw gelegd is. Dus bij Tesla, hij heeft het kunnen uitvinden omdat er al heel veel voorwerk was gedaan. Ja, zeker.
Maar je ziet dus in de tweede helft van de jaren 80, zie je dus dat die enorm belangrijk werk doet. Maar die mensen waar ik het over gehad heb, waar jij nooit van gehoord had, ik ook tot voor kort nooit van gehoord had, die hebben ook heel belangrijk werk gedaan. Ja. En hoe groot is Tesla in de geschiedenis? Nou, betrekkelijk groot. Veel groter dan al die anderen. En dat is niet rechtvaardig. Maar misschien is er wel een hartstikke leuk boek over de history of AC, hè? AC/DC. Ik heb nooit begrepen waarom een popgroep AC/DC hier. Of weten ze DC, AC, AC, nee, DC, nee. Hè? Zoals jij zei, was goed. Want AC is alternating current en DC is direct current. Dus dat is wisselstroom en gelijkstroom. Nou ja, je weet dat popgroepen altijd de meest idiote namen hebben, dus oké. Nu weet ik in ieder geval, als het me ooit gevraagd wordt, wat betekent AC/DC, dat is wat het betekent in feite. Heb je niet nog die zanger gezien die cocaïne stond te snuiven op het podium van Goldband? Daar heb ik beeld van gezien, ja. Ik was daar niet van onder de indruk. Ik vond het ook niet zo heftig. Iedereen weet dat er in Nederland honderdduizenden cocaïne snuivers zijn. Ja, of je dat nou thuis doet op een partijtje of is een beetje in je blote reet op het toneel, dat je ook... Maar blijkbaar ook om behoorlijke popmuziek te maken, moet je ook weer zo aanstellen. Dat vind ik zo sympathiek. Dat bestaat van opname van de Beatles die voor het eerst in Amerika zijn. In het Shea Stadium, nou, geloof ik. Of Shea, ik denk dat het Shea Stadium. En daar staan ze zo keurig met z'n vieren naast elkaar met de gitaar voor de borst. En natuurlijk Ringo op de drum. En ze doen geen gekke dingen. Ze hebben geen rare hoedjes op. Ze dansen niet. Ze zijn niet in hun blote reet. Ze snuiven geen cocaïne. Misschien deden ze dat wel thuis. Ik weet het niet. Maar ze staan erbij als vier brave jongens. Drie brave jongens de een zit. En dat werkt. Waarom zijn die popmuzikanten toch altijd van die exhibitionistische aanstellers? Waar is daar voor goed voor? Hè? Nou, je hebt Madonna eerder genoemd. Aandacht trekken, denk ik. Ja. Je ziet toch ook zo'n toppianist. Die komt toch ook niet in zijn zwembroek? Of komt dat daar ook voor, deze vormen van exhibitionisme? Heb ik het nog nooit gezien? Nee, ik ook niet. Maar goed, dat zal allemaal aan de druk zitten. Dat is wel bekend. Maar dat je het ook op het podium doet, dat was vrij uniek. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het gebruik van drugs de muziek niet beter maakt. Hmm. Je weet dat van schrijvers ook. Hè, ze drinken en snuiven. Daar word je geen betere schrijver van. Nee. Je moet gewoon achter je bureau, zo nuchter als een kalkoen, moet je aan de slag. Maar deze Goldband-zanger heeft wel zijn excuses aangeboden, omdat hij ook hoorde dat heel veel kinderen aan de kijken. Ook wel zijn excuses aangeboden. Ja. Hij had mij kunnen bellen, omdat ik, zoals je weet, excuses heb aangeboden voor de complete wereldgeschiedenis. De hele bliksemse boel. Ook slapjanissen, ook popmuzikanten. Ik heb, mijn excuses. Hele generatie. Ook voor mijn generatie allemaal excuses. Boomers excuses aangeboden. Het is ongelooflijk. Ken je die Goldband? Had je al wel eens van gehoord? Zeg maar, nee, ik had er nooit van gehoord. Het schijnen bouwvakkers te zijn die dus zijn gaan zingen. En dat slaat aan. Oh, nou ja, maar prima. Was er niet iemand die bij de slimste mens heeft gezeten die ook bouwvakker was? Zou die ook niet van de Goldband zijn geweest? Dat zou kunnen, dat heb ik niet gezien. Jullie hebben zoveel kandidaten daar en het wisselt zo snel. Ja, het zijn 60 per jaar. Dus vandaar ook dat ik... Mensen vragen ook altijd van... Maar hij zat toch bij de... Ja, weet ik veel. Als dat 4 jaar geleden is, dan heb je geen idee van. Reken even uit. Het is het 11e seizoen. Dus dan zit je al op 660 verschillende namen en mensen. Maar je maakt wel altijd een praatje altijd met alle deelnemers. Ja, zeker. Dus je zoekt ze allemaal even in de kleedkamer op. Je maakt kennis, je schudt de hand en... Maak dan een praatje met u zenuwachtig. Ja, nou ja, allemaal de bekende dingetjes. Kun je daar goed op voorbereiden? Nee, dat kan niet. Daarvoor is het natuurlijk toch veel te gemelleerd, die vragen. Ja. Ik pak even wat vragen erbij. Eén vraag die in ieder geval vaak gesteld wordt, is of jij een keer... En je bent voor de serie met je zus en je broer een keer in Zeeland geweest. Of je nog eens een keer iets aan het hoogwater wilt doen. En de geschiedenis van de watersnoodramp. Ah, ja, we hebben toen in Zierikzee... Hebben we ook, of in dat, in hebben we vrij uitgebreid aandacht besteed aan het hoge water. Of liefst aan 1953. Precies, en heb je toen maar kort... Nu draait er volgens mij op de televisie een veel bekeken programma. Ja. Het water komt. Juist. Kijk, op die ramp van 1953 was eigenlijk het gevolg van de historische gebeurtenissen die daaraan vooraf gegaan waren. Men had zich namelijk eigenlijk al gerealiseerd.
dat een groot deel van die dijklichamen ernstig verzwakt was door verwaarlozing. Hmm. Eerst was er de crisisjaren, de oorlog. In feite was er in al die dingen jarenlang helemaal geen bal gedaan. Er lag een plan, maar ja, dat kwam net te laat. Vraag over de Gouden Eeuw en dan met name de Hanzesteden, het Hanzenverbod. Deze vragensteller zegt, ik heb begrepen dat die Hanzesteden eigenlijk veel belangrijker zijn geweest voor de economie dan de jaren 1600 en later. Nou, dat is nou een stap te ver, lijkt mij. Ja, die Hanzesteden, die hadden het, dat Hanzenverbond, dat had enorm nuttige effecten. Dat kwam eigenlijk omdat hun nationale overheden, om daar nou even een beetje anachronistisch over te spreken, die niet de efficiëntie hadden om de belangen van die handelssteden adequaat te beschermen. Vandaar ook dat de Hanzen tenslotte ook een eigen vloot ontwikkeld en een soort van politieke leiding. Die is hartstikke belangrijk geweest. Alleen de Hanzensteden bijvoorbeeld in Nederland, hoewel ook Amsterdam volgens mij ooit een Hanzenstad geweest is. De Hanzenstaden in Nederland waren toch vooral langs de IJssel en zo. En die zijn aanvankelijk heel belangrijk geweest tot het verschuift. Ja. Dus de Hanze heeft niet eeuwig geduurd. De Hanze loopt ergens in de 15e eeuw loopt het af met de Hanze volgens mij. Maar dat, ik zeg dit nu even zonder er al te veel verstand van te hebben. Nou, die Aart Goedhart die deze vraag stelt, die legt de link ook met de VOC. En hij zegt ja, die Hanzeperiode die was veel ouder en leverde ook duurzamere welvaart op dan de piek die de VOC en de stapelmarkt in Holland brachten. Ja, maar dat is een tweede aspect. En dat is dat de moedernegotie, zoals dat heette, dat was de handel op de Oostzee. Dat was een enorme inkomstenbron en die is dat ook gebleven. En die was bij mijn weten in ieder geval, was die inkomstenbron groter en waarschijnlijk ook wel wat stabieler dan de handel op Indië. Hij zegt eigenlijk, de VOC was eigenlijk een soort van extraatje, bovenop de constante stroom uit de Hanzehandel. Ja, de precieze getallen ken ik niet, maar de moedernegotie, het heet niet voor niks de moedernegotie, was in feite voor Nederland. Nederland, vergeet dat niet, ligt precies handig halverwege de Oostzee en de Middellandse Zee. Hmm. He, dus ook als er honger in Italië was, dan wachten ze een tijdje tot de honger goed begon te draaien. En dan haalden ze graan uit het Oostzeegebied. En dat werd dan naar de Mediterranee gebracht. Je schrik je de kloten de eerste keer. Jezus, nog toe. Wat kun je zeggen van een eeuw waarvan pas 20% voorbij is? What came down? What came down? We crashed. The other trade center's down. It's down. Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen, nou, dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Je mobiele telefoon ziet er over een paar jaar heel anders uit. En dat komt door een nieuwe batterij. Luister naar het gesprek met Lydon Jar daarover in de podcast Sea Level. De link heb ik in de show notes gezet.